Ah! Jij bent er ook weer. Ja, ik ben een zoeker, weet je wel. Ik ben op zoek hier in Sint-Pieter. Op zoek naar lichtpuntjes in een donkere tijd. Lichtpuntjes, dat heeft volgens mij iets te maken met kerst. Met kerst en met God. Maar ja, God dat vind ik een beetje moeilijk. Het is een beetje te groot voor mij, maar lichtpuntjes, dat begrijp ik, hè? Dat snap ik wel. Dus daarom heb ik de vorige keer hier ook deze kaars aangestoken. En dat is dan ook een lichtpuntje hier in de Sint-Pieter. Alleen ja, één lichtpuntje, ja, wat stelt dat nou eigenlijk voor, hè? Dat is nog niet zoveel. Maar goed, het is een begin. Ja, en ik heb jullie vorige keer ook gevraagd, van als je nou een lichtpuntje weet, hè, iets moois, iets dat mensen blij maakt, of dat jou blij maakt, laat me dat dan even weten. Ja, en nou zijn er mensen die hebben dat gedaan. Ja, kijk, ik zet even mijn lichtje neer, zo. Kijk, die hebben mij een mailtje gestuurd. En dat is wel mooi, met hun lichtpuntjes. Kijk, ik had bijvoorbeeld een mailtje van Teresa en van Jurre. En Teresa zegt, mijn lichtpuntje, dat is mijn familie. En waar ik het meest extra blij van word, dat is mijn nicht Annemar. Ja, want Annemar die is ook 8 jaar en eigenlijk mijn beste vriendin, zegt Teresa. We hebben het altijd zo leuk. Ja. En Jurre, die is 10. En die mist in deze coronatijd, mist hij heel erg zijn familie. En wacht even hoor, dan heb ik de verkeerde. Want hij heeft namelijk een hele grote gezellige familie. Ja. Maar hij probeert dan wel te onthouden dat hij ook gelukkig wordt om in zijn gezin nog iets leuks te doen. Samen. Nou, dat is ook weer leuk, hè? Dat is een lichtpuntje. Dat je ook het van de positieve kant kan zien. En dan heb ik nog een mailtje gekregen van Renze en Elieke en Kesper. En hun lichtpuntje is hun opa en oma in Smilde. Waar ze zo fijn kunnen spelen en logeren. En voor Elieke is ook een lichtpuntje de hond Famke van de buren. Die ze dan kan uitlaten. Ja. En Renze wordt vrolijk van het sporten en de voetbaltraining. Nou, dus dat zijn hele mooie lichtpuntjes die ik gekregen heb. En dan heb ik ook nog een lichtpuntje gekregen van Klaas. En Klaas is al 71 en maakt helemaal niks uit. Want Klaas die had een zus en die was jarig. Maar ja, die kon die niet bezoeken vanwege corona. En toen heeft hij haar een filmpje gestuurd. En een filmpje waarop hij de dans doet die heel veel in de ziekenhuizen en zo door de mensen die daar werken wordt gedaan. Kijk, dat is deze dans. Jeruzalema, weet je wel? Ja, kijk. En dan is Klaas, die doet die dans gewoon in zijn huiskamer. Maakt niks uit. Voor zijn zus. Als een cadeautje. Is die de dans aan het doen? In zijn eigen huiskamer. Kijk. Leuk, hè? Zo kan het ook. Zo kan je ook een lichtpuntje zijn. Gewoon in je eentje, in je eigen huiskamer. Een dansje te doen. Ja, dat is geweldig, toch? Ja. Dankjewel, Klaas. Nou, dat is wel hartstikke fijn. Deze lichtpuntjes, maar ja, moeten er natuurlijk nog veel meer worden, hè. Want met kerst moet er eigenlijk overal lichtpuntjes zijn, zodat het donker helemaal niet meer opvalt. Dat is wat we met kerst moeten zien te krijgen, hè. Hier in Graal, overal lichtpuntjes. Dus ik ga gewoon verder met zoeken. En dan ga ik even verder kijken wat er achter deze deur is. Oh,
Ja, ja, maar ik dacht dat ik hier alleen was, maar nee, jij bent hier ook? Ja, ik ben er ook. Oké. Okay. Wie ben jij? Ik ben Maria. En jij? Nee, nou, ik ben de zoeker. Oh, de zoeker? Ja, ik zoek naar lichtpuntjes in een donkere wereld. En Muriel, is dat niet de naam van een engel? Ja, dat geloof ik wel. Ja, oh, dat ben jij een engel dan? Dat zou ik niet zomaar voor mezelf zeggen. Oké. Okay, maar okay. Het is wel een beetje waar, hè? Want iedereen kan natuurlijk een engel zijn, vrienden. Oh ja, is dat zo? Ja, zeker. Oké, okay, hoe dan? Nou, je kunt best iets liefs doen voor iemand anders. Of iets aardigs zeggen. Ja, nou ja, hoe dan bijvoorbeeld? Hoe dan noemen ze dat? Als je nou weet dat iemand ziek is, dan kun je een kaartje sturen. Of als iemand heel alleen is, dan stuur je een mooie tekening die je dan door de brievenbus doet. Okay. Ja, dat is inderdaad wel zo. Ja. En wat ben jij nou aan het doen eigenlijk dan? Ja, ik ben flyers aan het vouwen. Flyers? Ja. Wat is dat? En dat is een soort kaart en een paar posters voor een kerstengelenproject. Ken je dat? Kerstengelenproject? Nee, daar heb ik eigenlijk nog niet van gehoord. Wat is dat? Dan weet je, een kerstengel die verrast andere mensen. En dat doet hij met hele kleine dingetjes. Bijvoorbeeld wat we net zeiden, hè? Een kaartje sturen. Ja. Of een mooi gedicht. En het kan ook zijn dat je een klein cadeautje stiekem ergens achterlaat. Stiekem? Ja, want engelen die zijn altijd een beetje, nou niet stiekem, maar wel een beetje in het verborgen. Hè? Ze zijn niet altijd heel erg niet weten op de voorgrond. Nee. Nee. En dat doen ze zomaar, omdat ze een beetje licht en een beetje warmte willen brengen bij mensen. En misschien juist nu wel helemaal, hè, in de donkere dagen zo, in december. Ja, dat is wel een mooie gedachte. Weet je wat dan zo leuk is, zoeken? Ja. Iedereen kan een engel zijn, hè? Of je nou jong bent. Iedereen kan dat doen? Ja. Oké. Okay. En hoe gaan jullie dat dan, mensen zover krijgen dat ze dan allemaal een engel willen gaan zijn? Nou, we gaan ze met deze flyers, met deze kaarten en met deze posters zoveel mogelijk mensen vragen of ze ook een engel willen zijn. En een beetje aandacht en een beetje troost en warmte aan iemand anders willen geven. Oké. Okay. Dat is het idee. Dus die flyers, wat doen jullie daar dan mee? Ja, die komen op verschillende plekken te liggen, bijvoorbeeld hier in de kerk. Dan kun je ze meenemen, dan kun je lezen wat de bedoeling is. En misschien dat we ze in het dorp nog wel ergens neer kunnen leggen. De posters zijn er natuurlijk op, daar staat ook op wat de bedoeling is. En op onze website kun je het natuurlijk ook terugvinden. Nou, prachtig. Dat is mooi. Het idee. Ja. Dat is wel een mooi lichtpuntje zo. En dan hopen we dat dus met kerst, zeg maar, overal met kerst allemaal lichtpuntjes zijn, hè? Ja, wij hopen natuurlijk dat overal een heleboel mensen engel willen zijn voor iemand anders. Super, hè? Iedereen een beetje blij wordt van elkaar. Leuk. Ja, dat mooi. Dat is het idee. Nou, weet je, daar steken we... Hou jij deze even vast? Dan steek ik nog een kaars. Dan steken we de tweede kaars gewoon hier aan. Want dit vind ik toch wel echt wel een lichtpuntje. Moet je kijken. Hier steek ik deze aan. Zo. Weer een lichtpuntje erbij. En dus als jullie nou nog meer lichtpuntjes weten, mail me dan even. Of laat een van je ouders het mailen. dezoeker@sintpieterkerk.nl. Ja? Doen, hè? Tot volgende week.